Ja. Maar voor we daar aan toe zijn, krijgen we dus eerst Ralf. Als geen ander weet hij wat het betekent om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Hij geniet hier met volle teugen. En vandaar misschien ook het nummer I Like It van Enrique Iglesias. Samen met zijn partner Ellie is hier Ralf. Excuse me if I'm coming too strong, but tonight is a night we can really let go. My girlfriend's out of town and I'm all alone. Your boyfriend's on vacation and he doesn't have to know. No, oh, oh, oh. Shouting out, screaming loud, let me hear you go. Je bent zo verschrikkelijk, ik wou zeggen kinderlijk enthousiast, maar je bent ook gewoon nog een kind, dus dat is helemaal niet erg. Je bent zo enorm wild op dat ijs, dat ik me af en toe afvraag of Ellie het nog wel een beetje bij kan houden. Want je ging aan zijn speren, hè? Nou, we hadden gewoon een hele snelle kuur deze week. Hé, dan zie ik weer dat dode kuiken van vorige week. Hebben we een of andere kippenren hier aan het warm maken of zo? Nee, toch? Godzijdikkie. Nou, ik ga het er niet over. Hartstikke leuk, die zijn allemaal voor jullie, al die knuffels. Ik zie dat Mark er een aan zijn hoofd krijgt. Nou, je knapt er enorm van op, Mark, zie ik. Hartstikke leuk. Maar we gaan het even over de kuur hebben, want het ging ontzettend goed. Dat ging lekker, ja. Het is altijd de eerste keer repeteren, ze even inkomen, dan tweede keer, dan derde keer en dan heb je hem. En het ging gewoon lekker, ik ben tevreden. Nou, jullie moesten van de jury meer samen schaatsen. Nou, volgens mij is dat... Wat ging er nou, hoorde dat er nou bij, dat versprongetje? Of, ja, ja, dat hoorde erbij. Dat er niet een of andere doodsmak in één keer aankwam. Ja, ik vond het een hartstikke leuke kuur, moet ik eerlijk zeggen. Dank je. Jeetje, gaat het goed, Mark? Ja, bijna. Ik zie het verschil bijna niet met net, sorry hoor. Maar laten we er geen gekke huis van maken. Het gaat spannend worden, denk ik, Ralf. Ja, tuurlijk altijd. Maar ik heb er vrees van genoten, de mensen ook hier in de zaal. Het was een topshow, hè? Ha! Nou, we gaan kijken wat de jury ervan vindt, Ralf. Dankjewel, Ralf en Ellie. Yay! Woe! Toeschouwers, kom je deze kant van me staan? Samen met Ellie, dan hebben jullie mooi samen een beeld. Ralf, als iedereen nu al roept in het begin eigenlijk van deze wedstrijd van nou, die Ralf die gaat geheid naar de finale. Maakt je dat dan niet een beetje roekeloos? Zo van, nou, dat is wat een appeltje eitje. Nou, niet echt. Ik bedoel, voor mij is het gewoon, ik doe dit voor mijn lol. Het maakt niet uit wanneer ik afval, of dat nou vandaag is of... Pas in de finale, weet je, ik doe gewoon mijn best en ik geniet er echt ongelooflijk van. Oké, okay, nou dat zien we sowieso. En Ellie ook, dat is heel mooi om te zien. Kijk, Gerard heeft een hele kippenren bij elkaar geplukt inmiddels. Het is wel een beetje kippenavond. Wat een lief kuikertje. Die is voor jou, oh, pas bij je gele shirt. Vorige week gereanimeerd, hij doet het weer. Deze voor jou, poppetje. Oh, Ralf, jullie hebben straks nog zoveel beren op te rapen, maar we gaan eerst lekker naar de jury, oké? Okay? Sita, als je er nog doorheen komt, doe het vooral. Ja, je zit er op die bank en je zegt, wow, ging wel goed, prima. Je was te gek wat je deed, man. Echt niet normaal. Ik ben zo onder de indruk. En volgens mij val ik in herhaling, want ik zeg, denk ik, precies hetzelfde als ik vorige week zei. Zoveel elementen en je schaatsen alsof het niks is, vind ik heel erg knap. En ik heb van Mark een nieuwe geleerd, de Falling Leaf. De Falling Leaf, ja. De Falling Leaf. De laatste sprong dat je deed. Ja, een sprong. Okay. Dus blad. Ga zo door! Te gek, te gek! Nou, Sita heb je in ieder geval ingepakt. Ja. Wat gaat hier? Ik ben ook even voor jou, Nens. Ach, wat zo. Deze vind ik zo lief. Een aap.
Ah, dankjewel. Nou, deze is toch echt voor Ralf, maar dat maakt niet uit. Hein, herken je een soort Jody in Ralf? Of zien wij, dat lijkt namelijk zo, maar is dat zo? Absoluut een feit. En het grappige is, hij was in het begin heel erg wild. En zeker in het begin van de show. En je ziet hem dat hij steeds beter gaat schaatsen. En Jody had het in het begin ook. Een danser, allebei te voeten uit. En dan toch langzamerhand het onder de knie gaan krijgen om te gaan schaatsen. En je moest dit keer wat meer met je partner schaatsen. Nou, dat hebben we zeker gezien. Ik sta wel te kijken, want het is ongelooflijk moeilijk met al die stappen die je doet. Alle dingen die je doet, is ontzettend veel wat er in 1 minuut 20 zit. Ik heb daar meer dan bewondering voor. Nou wel, dat zijn hele mooie woorden. Dus wij zetten ons schrap voor jouw punten. Jane. Ralf. Je bent vanavond de beste. 10. Yes, de eerste 10 is binnen. Hein. Het is de eerste keer voor mij, maar ik geef hem een 10. Sita. Nou, wat zal ik dan doen? Een 10! Yay! Mark, come on! Je was niet perfect, maar. Je bent vanavond. Je bent vanavond. Sorry, hè? Je bent vanavond ver boven het niveau van de wedstrijd. Dus ik ga met mijn collega's mee. Een 10! Dat je dat nu op 1 staat in deze klassering, dat is duidelijk. Het publiek gaat nu totaal uit hun plaats. Ja, het woord is echt aan u, hè. U kunt bellen, u mag bellen, u hoeft niet te bellen, maar toch zou ik het doen. Want vindt u dat Ralf volgende week weer een plek op het ijs verdient, dan belt u nu met 0909-1359 of sms Ralf naar 4600. Want die 10 is hartstikke mooi, maar als u niet belt, dan wordt het toch lastig voor Ralf. Dus bellen. Dankjewel, Ralf en Ellie!